Yo, Vacogamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe week vol met gloednieuwe avonturen hier in Mindtopia. En jongens, er is het een en ander veranderd in Mindtopia sinds ik jullie voor de laatste keer gezien heb. En de laatste keer dat ik jullie gezien heb, hebben jullie meer dan 2500 likes op de video achtergelaten. Dat is natuurlijk super tof, hopelijk halen we dat ook deze keer weer. Want zoals jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben, er is het een en ander veranderd in Mindtopia. De kerstsfeer is over de stad neergedaald en heeft meteen ongeveer 1,5 meter aan sneeuw meegenomen. Sommige mensen die vinden het hartstikke tof. Ik vind persoonlijk zoiets van sneeuw een beetje koud. Maar ja, het ligt er nou eenmaal. En we zullen het ermee moeten doen. Uiteindelijk wat ik het nodig heb op dit moment zijn mensen die de sneeuw weg willen halen. Gewoon met een schepje, lekker alle sneeuw wegbanjeren, gooit maar aan de kant van de stad neer. Dan hebben wij er geen last meer van, want het ligt nou hier keurig netjes over de straten heen. En normaal gesproken voor mij is dat niet zo erg. Ik heb natuurlijk schoenen aan, ik banje er wel doorheen. Maar kijk, arme Tarzan. Waar is arme Tarzan? Hij is er niet weggezakt in de sneeuw, hè? Waar is Tarzan? Tarzan is verdwenen. Tarzan? Hallo? Tarzan. Mondje is verdwenen. Oké, misschien is hij weggezakt in de sneeuw. Dat zou natuurlijk kunnen. We gaan gewoon even lekker naar het gemeentehuis. Misschien is hij daar. Want ik heb hele belangrijke dingen met jullie te bespreken. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, deze week zijn de verkiezingen in Mindtopia. Het is bijna 10 december. En op 10 december is Tarzan hier. Tarzan, hallo. Hij is gewoon verdwenen. Oké, we zien hem vanzelf wel weer een keertje terug. Op 10 december zijn natuurlijk de verkiezingen in Mindtopia. Op die datum moet ik gaan runnen voor een tweede termijn als burgemeester van de stad. En ik denk persoonlijk dat die verkiezing in de pocket is. Waarom denk ik dat? In eerste instantie waren er 4 tegenstanders. Ik ben mijn eigen tegenstander. We hadden Rick zonder C. We hadden Danny en we hadden Window Cleaner. 4 mensen hadden zich aangemeld voor de verkiezingen. En er zijn er op dit moment nog maar 2 over. Namelijk Rick zonder C en ikzelf. Dan denk je misschien, wat is er met die andere mensen gebeurd? Zal ik je laten zien? Danny Games heeft zichzelf afgemeld voor de verkiezingen. Ik zal het je laten lezen, dan weet je zeker dat ik niet aan jokkenbrokken ben. Ik, Danny Games, wil mij afmelden voor de verkiezingen van burgemeester. Ik heb er geen vertrouwen meer in en ik stem bij deze op burgemeester Vakonov voor een tweede termijn. Hartstikke mooi. Dit telt natuurlijk niet als een stem, maar het telt wel dat hij zichzelf teruggetrokken heeft. Dus Danny is out of the race. Geen idee waarom hij zichzelf in eerste instantie überhaupt kandidaat heeft gesteld. Maar hey, hij is weg. Mooi, tegenstander minder. Ik heb ook ondertussen Window Cleaner 64. Heb ik zichzelf terug laten trekken. Dat is op zich een hele tactische terugtrekking, want Window Cleaner was natuurlijk van The Grey. En The Grey, die hebben zich best wel bij elkaar een heleboel stemmen. Ik vind dat persoonlijk best heel erg gevaarlijk worden, dus ik heb het nou zo voor elkaar gekregen dat ik, Window Cleaner 64, mij officieel terugtrek als deelnemer van het burgemeesterschap. Hartstikke mooi, dat betekent dat hij ook weg is en hij neemt met die terugtrekking ook meteen eventjes een heel stuk aan stemmen mee. Window Cleaner, ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, ik weet niet op wat voor manier, maar hij had het voor elkaar gekregen om 23 stemmen al achter zich te krijgen. Dat kan best heel erg gevaarlijk worden voor mij als burgemeester. Er zijn natuurlijk ondertussen 120 man op Mindtopia en 23 man op Window Cleaner laten stemmen. De rest waarschijnlijk had op mij of op Rick Games gestemd. Dus had het gevaarlijk geweest? Nee, het had niet heel gevaarlijk geweest. Het had wel heel hinderlijk geweest. Hoe minder tegenstand, hoe beter het is. Want alle mensen die eventueel op Window Cleaner zouden stemmen, die zouden misschien nu op mij kunnen gaan stemmen. Want ja, hey, Rick zonder C wil een communistisch regime. Geen idee wat hij daar allemaal precies mee bedoelt. Degene wat ik heb geleerd tijdens de middelbare school is dat communisten niet echt heel erg tof waren. Ze wilden alles delen en dat ging helemaal fout. En toen werd uiteindelijk toch nog de lachte macht bij de grote menigte. Dus communisme werkt niet echt. Idee is hartstikke leuk. Alles voor iedereen en iedereen voor alles. Maar ik denk dat het in Mindtopia gewoon niet werkt. Mindtopia heeft 1 leider nodig. In dit geval ik. Met een paar wethouders die we ook ondertussen hebben. En vervolgens zijn de burgers vrij. Dat is heel belangrijk. Bij Rick zonder C zouden de burgers waarschijnlijk niet vrij zijn in wat ze zouden willen doen. Rick zonder C zou dat heel erg gaan sturen. Die zou bijvoorbeeld gaan bepalen dat alle stoepranden in Mindtopia paars moeten. Geen idee waarom, maar dat wil hij waarschijnlijk. En wat hebben de burgers erover te zeggen? Helemaal niks, want een communistisch regime bepaalt gewoon lekker zelf wat het wil. Is natuurlijk niet de bedoeling. Dus, 10 december zijn de verkiezingen. Ik denk dat het goed gaat komen. Misschien dat het niet goed gaat komen en dat jullie mij eventjes als een soort van halve spionnen kunnen dienen. Als er ergens iets gebeurt, bijvoorbeeld in een video van Rick zonder C, of in een video van David, of in een video van weet ik voor wie, wat te maken zou kunnen hebben met de verkiezingen,
Laat het me alsjeblieft weten. Gooi het op Twitter, want ik kan alles gebruiken. Of gooi het in de YouTube-reacties als je geen Twitter hebt. Ik vind het allemaal helemaal mooi. Wat ik niet heel erg mooi vind, dat zijn natuurlijk deze stoepen. Die stoepen, die liggen er. Dat is op zich helemaal geen probleem. Maar die stoepen die zijn nu de enige plekken waar mensen aan hun fitheid kunnen werken. Want ja, je gaat natuurlijk niet door de sneeuw heen banjeren. Kijk, als ik nou hier door de sneeuw heen moet rennen. Let op. We gaan omhoog en omlaag en omhoog en omhoog. En omhoog, omlaag, omlaag. Omhoog, hier, op een hele grote berg gaan. Let op. En omhoog, 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 omhoog. Omlaag, 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 omlaag. De snelheid gaat eruit. Deze stoepjes die zijn op zich redelijk vrij. Alleen ja, er staat een lantaarnpaal in de weg. Dus stel je voor dat ik nou heel hard wil rennen. Hier, ik wil gaan joggen over de stoep om mijn fitheid hoger te krijgen dan dat die nu is. Ik ga hier rennen. Pok. Auw. Doet zeer. Ik was namelijk heel hard druk bezig afgelopen week met het werken aan mijn fitheid. En ik denk persoonlijk dat het best wel heel erg lekker is. Ik ben nu op fitheid 65. Ik heb nog maar 35 te gaan en dan zit ik gewoon op de 100. Ik denk persoonlijk dat het goed gaat komen. Dat ik ooit eens een keertje de 100 ga halen. Wat ik daar natuurlijk wel nog voor moet doen is zwemmen. En... kijk eens. Dit is toch niet goed. Dit is toch geen... Je kan toch niet eens zwemmen. Dat kan wel, maar dan wordt het ijs zwemmen. Dat is heel erg gevaarlijk. We zouden eventueel in Sunnyville kunnen gaan zwemmen. Wat op zich ook best wel heel erg raar is. Het is wel lekker water daar. Het is lekker weer. Ik heb trouwens hele slechte herinneringen aan dit... Wat is dit nou weer? Waarom staan hier bloempotten? Wat is dat? Rip dus David 2015. Waarom staat er geen Rip Vaken of Bartje 2015? Ik was de eerste die hier doodviel. Wat is dat voor Bartje? Hier bovenaan, daar is de piek. En dat is het hoogste punt van Sunnyville. Heel lang geleden, met heel lang geleden bedoel ik afgelopen zondag, was David aan het livestreamen. En toen was hij aan het roepen van, spring naar beneden, spring naar beneden. Ik stond daar boven. Ik had zoiets van, ja, nou oké, ik kan het wel proberen. En ik spring hier naar rechts. En flop met mijn bakkes vol op het ijs. Weg 20 levels. Ik was level 64. En dat ging terug naar 44. 20 levels kwijt. 20 levels omdat ik zo dom was. Om niet te beseffen dat het ondertussen bevroren was. Ik heb echt totaal niet op zitten letten op school. Ik had natuurlijk moeten weten dat als het sneeuwt, dat de kans dat het dan vriest best wel heel erg groot is. Maar nee hoor, Vaco die sprong en Vaco die kletterde met zijn bakkers recht op het ijs. Iedereen mij uitlachen. Ik vond het helemaal niet tof. Ik deed mijn best, ik wilde heel stoer zijn. Ik wilde zoiets hebben van, ik laat zien dat ik alles durf als burgemeester. Nee hoor. Hop, zo vlot zat ik idee. Dat is natuurlijk niet goed. Dus dat was een beetje een schaamte dingetje. En nou hebben ze daar een bordje met Rip David neergezet. Ik was de eerste die dat doodging. Waar is mijn bordje? Ik wil ook een bordje. Ik vind dat helemaal niet tof. Als iemand daar de kans krijgt om daar een bordje neer te zetten. Go knal daar een bordje neer. Want ik vind dat heel erg belangrijk dat ik ook een beetje die eer krijg die ik nodig heb. Vind je niet? Ik vind het wel. Ik vind het ook. Wat heb ik trouwens nog meer voor dingen? Ik heb een lijstje gemaakt met allemaal dingen die ook... Oh, god, daar zijn we hebben. Dag, Windowcleaner. Was de ex-tegenstander. Ik had stoepbranden, heb ik het over gehad. Ik heb het over de fitheid gehad. Oh, derde puntje. Heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, gaat het met het aantal plots hier in Mytopia best wel redelijk lekker. Er zijn een heleboel plots al verkocht. Er zijn natuurlijk nog een aantal plots over in Sunnyville. Maar Mytopia begint redelijk op te raken met plots. Er zijn er daar nog een heleboel vrij. Maar in de binnenstad van Mytopia is eigenlijk alles verkocht. Hartstikke mooi natuurlijk, want dat betekent dat er heel veel mensen in Mytopia blijven en niet naar Sunnyville gaan verhuizen. Maar één van de plots vind ik het allermooiste. En die heb ik al het mooiste gevonden sinds ik hier in Mytopia aankwam. Ik denk dat jullie wel weten over welk plot ik het heb. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Voor het geval dat je zoiets hebt van, waar heeft die gozer het nou weer over? Let op. Dit plot hier rechts, dat is natuurlijk het F5-gebouw. Het F5-gebouw staat op een gigantisch plot, wat eigendom is van David. Hij heeft het ooit een keertje gekocht. En er zijn nu een aantal mensen die daarin wonen. Hartstikke mooi. Dit plot is volgebouwd. Eigenlijk wilde ik dit plot hebben, maar dat kan niet, want ik stem op jou. Oh, aardig Niels. Ah, dat is fijn. Ah, fijn. Dat is mooi Niels. Maar er is natuurlijk nog een ander plot. En dat is dit. Dit gigantische plot met die gigantische kerstboom en deze hele rare meertjes erbij. Dit plot was nog te koop. Enige puntje, het heeft me meer dan 320.000 euro gekost. Het is het duurste plot op dit moment op de server. En het is nu gewoon van mij. Ik zal jullie laten zien, let op. / plot info. Op de vlotzaatsk idee. Eigenaar van dit plot is Vakunov. En voor de rest is er helemaal niemand de baas hier. Het enige puntje is, wat moet ik in godesnaam met dit plot gaan doen? Ik heb het gekocht omdat ik niet zoiets wilde hebben van, stel je voor dat Dylan het koopt. Zou op zich niet zo heel erg zijn, want F5. Of stel dat Samal het koopt.
dan wordt het waarschijnlijk een gigantisch winkelcentrum. Voor de Blue Street moeten we niet willen. Dus ik heb het gekocht voordat iemand anders het deed. Maar nu zit ik met een gigantisch plot in mijn maag. Want ja, wat moet ik hiermee? Moet ik hier een gigantisch nieuw regeringscentrum neerzetten? Moet ik hier een parkje van maken voor alle mensen van Mytopia? Moet ik hier een nieuw huis neer gaan zetten? Wat moet ik hiermee doen? Ik wil het jullie eens vragen. Als jullie een tof idee hebben voor dit hele grote plot, laat het alsjeblieft achter in de reacties. Misschien dat ik er iets mee kan doen. Want ik weet oprecht niet wat ik met dit plot moet gaan uitvogelen. Ik kan het openbaar maken. Ik kan het voor mezelf houden. Ik weet het niet. Het is zo groot. Het is mooi. En ik wil eigenlijk deze hele grote boom laten scrappen. Het is een super toffe kerstboom, ben ik helemaal met jullie eens. Maar het levert natuurlijk wel een heleboel materiaal op en een heleboel centjes. En die kan ik weer aan de andere kant van Mytopia besteden. Ik moet zorgen dat ik wat meer geld heb, want ik heb nu nog maar 20.000 over. Waar is mijn fitheid gebleven? Oh shit, ik moet eten. No, mijn fitheid. No, ik zit niet op te letten. Dat krijg ik als ik tegen jullie aan het kletsen ben. Ik weet dus oprecht niet wat ik met dat plot moet doen. Laat het me weten, want misschien dat ik dan een van jullie ideeën uit kan voeren. Het kan iets zijn voor in de tweede termijn. Bijvoorbeeld een groot zwembad voor alle mensen van Mytopia. Puntje, het tweede termijn ligt midden in de winter. Dus aan een zwembad zullen ze niet heel veel hebben. Aangezien het water toch gaat bevriezen. Het is moeilijk. Het is moeilijk, wat staat hier op? 10 december verkiezingen. Dat heb ik net verteld, bordje. Waarom komt het bordje mij dat nou vertellen? Wacht, ik heb dat bordje er zelf neergezet. Stom. 10 december verkiezingen. Ik vind het mooi. Ik weet alleen nog steeds niet wat ik met het grote plot moet doen. Ik hoop oprecht dat jullie een leuk idee hebben. Als je een tof idee hebt, gooi het in de reacties. Heb je nog een ander iets? Sunnyville is open. Zouden we eventueel ook nog kunnen gaan kijken. Wat we ook kunnen doen, is dat we Sunnyville lekker voor morgen bewaren. Dat ik misschien dan een rondleiding krijg van iemand die in Sunnyville is. Want Sunnyville is hartstikke tof. Ik kan jullie wel eventjes laten zien. Want we gaan er gewoon even heen hollen. Het is toch een beetje die kant op. Sunnyville is open. Hebben jullie ongetwijfeld gezien tijdens de livestreams van David. Dat betekent dat de mensen vanuit Mytopia naar Sunnyville kunnen gaan verhuizen. Ik heb al een aantal inschrijvingen van mensen binnen die zich uitgeschreven hebben in Mytopia en zich willen inschrijven in Sunnyville. Geen idee waarom, want in Sunnyville, het stinkt er, het is er niet fijn, het is er. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je naar Sunnyville gaan als je ook in Mytopia zou kunnen zitten? Ook eventjes iets wat ik van jullie wil weten. Stel je voor, jij zit in Mytopia, in deze server. In welke stad zou jij dan willen gaan wonen? In Mytopia zelf? Of zou jij kiezen voor een huisje in Sunnyville? Ik weet namelijk dat een heleboel mensen vanuit Mytopia toch best wel naar Sunnyville willen verhuizen. Enige puntje, dag Duffy. Daag. Grote lachenbek. Het enige puntje, de mensen die nu op dit moment vanuit Mytopia naar Sunnyville verhuizen, dat zijn toch een beetje de mensen die we kunnen missen in Mytopia. Even heel lullig gezegd, het zijn de simpele burgers. Het zijn niet de burgemeesters, de wethouder blijft gelukkig. Een heleboel mensen die ook daadwerkelijk in Mytopia iets voorstellen, die blijven in Mytopia. En degenen die het niet gered hebben in Mytopia, die vluchten als het ware naar Sunnyville. Het is hier wel een stuk betere temperatuur, mensen. Holy spetterpoep. Het is hier lekker warm, het is hier goed, het is hier fijn, het is hier top. Enige nadeel is dat het stinkt en dat Kevin hier de baas is. Waar woont hij eigenlijk? Dit is de bank. Ja, gigantisch grote goudklomp er bovenop. Niet te missen. Dit hier rechts is, als het goed is, het gemeentehuis van Sunnyville. Laten we eens even checken of dat er iemand is. Misschien is er niemand, dat zou ook best wel heel goed kunnen. Maar ze zijn natuurlijk nog allemaal heel druk bezig met de verhuizing. Aangezien het gisteren pas open is gegaan, officieel. Even kijken, waar is de fucking ingang? Waarom hebben jullie geen ingang? Hallo? Sunnyville gemeentehuis, waarom hebben jullie geen ingang? Dat is toch wel. Waar is de ingang gebleven? Hebben ze echt geen ingang? Oh, misschien aan deze kant, wacht even. Ja, kijk, hier hebben ze. Ze hebben nog gewoon verstopt. De ingang. Oh, wauw, ze hebben wel een grotere ingang dan ik heb. Ik wil ook een grotere ingang. Nick. Dit is de ingang helemaal niet. Waar is het? Zo kom je bij de kantoren uit. Wat is dit nou weer voor vaag iets? Wat is dit voor layout? Welke mafklapper heeft dit gemeentehuis ontworpen en wie heeft gezegd dat het een goed idee zou kunnen zijn? Wat dat betreft vind ik mijn gemeentehuis beter. Maar hey, ze moeten natuurlijk Sunnyville helemaal lekker zelf weten. Laat mij eventjes weten, jongens, in de reacties. Of dat jij zou kiezen voor Mytopia of voor Sunnyville. Ik zou natuurlijk voor Mytopia kiezen, want hey, Mytopia is cool, Mytopia is awesome, Mytopia is super vet. Ik hoop dat ik ook mijn fitheid 65 weer terug krijg binnenkort, want ik vond het wel heel erg wat tof hebben. Ach, laat ik heel snel eten. Eet, voordat ik weer een leveltje verlies. Drinken, achteraan, klok. Vaak ook gamers. Knallen van de like op deze video als je. Wie is dat nou weer? Wie is dat?
Oh, het is Knives. Hallo, Knives. Ik ga snel terug naar Mytopia, want daar ben ik natuurlijk de baas. Ik moet nog een heleboel dingen regelen voor de verkiezingen op 10 december. Mocht je mij willen helpen, knal even een like op deze video. Laten we proberen of we de 2500 weer kunnen redden. Zou super tof zijn. Laat ik even weten wat ik morgen kan doen hier in Mytopia. Misschien moet ik wel een rondleiding krijgen door Sunnyville. Misschien moet ik gaan werken aan de verkiezingen. Misschien moet ik hele andere dingen gaan doen. Laat het me weten in de reacties. Laat ook even weten wat ik met dat hele grote plot moet gaan doen. Ik wil eigenlijk wel sowieso een onderzoekje laten doen. Want misschien zit er wel iets heel erg tofs in de bodem. Maar verder weet ik het niet. Verder bepalen jullie het. Vaco Gamers, knallen voor die like. Ik zie jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Mytopia. En ik ga ondertussen even een sneeuwpop bouwen, denk ik. Want dat is pittig cool. Vaco Gamers, tot morgen. Mazzel!